De Model 3 is geïntroduceerd. Ik zat gewoon s'avonds laat om 12 uur gekluisterd aan het scherm om te zien hoe Elon Musk de presentatie gaf over de Model 3. Allereerst, wat kan die man rampzalig slecht presenteren? Het is werkelijk ongelooflijk. Hij stottert, hij vertelt eigenlijk geen leuke dingen over het product. Het was een waardeloze show, maar iedereen was razend enthousiast. En wat eigenlijk vooral handig was, is dat allerlei mensen gingen proefritten maken. En daar zijn een heleboel leuke filmpjes van. Ik heb er een aantal verzameld hier in de post. Conclusies. Hij ziet er waanzinnig mooi uit voor een auto van 35.000 euro. Waanzinnig gewoon sportief, mooi. Enorm veel ruimte van binnen. Dat is natuurlijk het voordeel van elektrische auto's. Je kunt heel veel ruimte van binnen hebben. En van buitenkant is het eigenlijk helemaal niet nodig om zo groot te zijn. Verder, voor 35.000 euro heb je een 210 mijl range, dus 350 kilometer. En voor 7.000 euro meer heb je een 500 kilometer range. Dus dat is in ieder geval al heel aardig. 60 kilowattuur accu of een 85 kilowattuur accu. Dus hij ziet er mooi uit en je hebt gewoon een hartstikke goede range. En hij begint bij 35.000. Dan kun je nog twee dingen bijkopen. Voor 5.000 euro heb je een luxe pakket. Dan gaan de stoelen elektrisch naar boven. Heb je een fantastisch mooi raam. En allerlei andere features die erbij zitten. 5.000 euro voor het luxe pakket. Ook hele mooie speakers. Nou, allerlei features die eigenlijk gewoon veel meer kosten op de Model S. Maar die hebben ze samengevoegd. En die kost dan 5.000 euro extra. En voor 5.000 euro heb je ook autopilot. Wil je dan ook nog autonomous rijden? Dat hij echt gewoon helemaal kan rijden zonder dat jij ooit de stuur hoeft vast te houden? Dat komt in een software update niet zo lang hier vandaan. Een paar jaar denk ik. Dan moet je nog 3.000 euro meer betalen. Dus 42.000 plus 5.000 is 47.000 plus 5.000 is 52.000 plus 3.000 is $55.000. Dus 55.000 euro gaat het ongeveer kosten. Misschien 60.000 euro. Maar dan heb je in ieder geval een auto met top of the line. Vraag is waarom iemand nog een Model S wil kopen. Want deze auto heeft zoveel. En dan moet je toch anderhalf keer zoveel betalen voor de Model S. Dus dat is nog wel de vraag. Maar iedereen die erin reed, vond hem heerlijk rijden. Ik ging vorig jaar, ging ik naar de batterijenfabriek. De Gigafactory. Dat was een hele leuke reis. Dit jaar heb ik het maar niet gedaan. Ik ben maar bij mijn familie gebleven. En ik ben blij dat ik ook dat niet gedaan heb. Ik kon het prima online volgen. En het is meer te wachten totdat ik gewoon eens een keer een dagje in dat ding mag rijden. Maar wat ik zo hoor, hij rijdt als een Tesla, hij ziet eruit als een Tesla en hij kost gewoon vanaf 35.000 euro. Nu is de vraag, kun je hem gewoon produceren, Elon? Het is niet erg dat je niet zo goed kan presenteren, want we vinden het toch heerlijk om naar je te kijken. We vinden de verhalen hartstikke leuk. Dus wat dat betreft geeft het helemaal niet. Maar zorg dat ze gewoon de fabriek uitkomen.